Langs de Rietkraag is de titel van deze aflevering van Natuur in Eigen Land. In ons waterrijke land is riet een wel zeer algemene plantensoort. Het klinkt misschien een beetje gek om rietvelden de bossen van water te noemen. Maar evenals bossen hebben rietvelden de dieren veel te bieden. Veel vogels vinden er een ideale nestgelegenheid, maar ook dekking en het nodige voedsel. Vogels, vissen en amfibieën kom je hier overal wel tegen. En met wat extra geduld zie je soms ook bijzondere dingen. De balt van de Vuut is een mooi voorbeeld van zo'n interessante waarneming. Het paringsgedrag van deze typische watervogel is een boeiend schouwspel. Maandenlang hebben we zo'n futenpaar met de camera gevolgd langs de Rietkraag. Vanuit een schuilhut observeerden we de balts, de paring, het broeden en het verzorgen van de jongen in een rustige omgeving. Toch werd die rust vaak hinderlijk verstoord door de mens. Nu is het zo dat natuur en recreatie vaak best samen kunnen gaan, mits men zich maar aan de regels houdt. De winter is nog maar nauwelijks voorbij, of bij de padden ontwaakt al de drift tot voortplanting. Dit zijn gewone padden. Ze zijn op weg naar het water. Het veel kleinere mannetje maakt de vaak kilometerslange tocht mee op de rug van het vrouwtje. Dat gaat zo bij padden. In het water worden de eitjes gelegd en bevrucht. Het lijkt nog rustig langs de Rietkraag, maar dat is slechts schijn. Ook de futen beginnen al zeer vroeg in het voorjaar met hun liefdesspel. Hierbij horen allerlei ceremonies, het baltsgedrag dat aan de paring voorafgaat. Die balts is bij de fut heel gevarieerd. Deze kopschutceremonie komt het meest voor. Ze spreiden hun kraag- en koppluimen en schudden hun kop heen en weer met de snavel omlaag. Dat kopschudden gaat vaak samen met een soort rugpoetsen. Het duidt erop dat de partner is aanvaard. Een zeldzame ritueel is de zogenaamde pinguindans. Inmiddels heeft het vrouwtje van de gewone pad de eieren in lange snoeren afgezet in het water langs het riet. Het kopschudden is hier mooi te zien. Futen gaan soms wel maanden door met hun baltsgedrag. Daarmee versterken ze hun onderlinge relatie. Paarbinding noemen we dat. Heel wat luidruchtiger zijn deze waterhoentjes. Fel verdedigt er eens een territorium tegen een indringer. Het nest van de futen is in aanbouw. Van allerlei waterplanten maken ze een drijvend nest dat aan rietstengels wordt vastgemaakt. De fut begint al tegen het einde van de winter te broeden als er voldoende nestmateriaal is. Het moet dan bovendien niet te koud zijn en het water moet niet al te hoog staan. De fut is een echte zwemvogel. Hij brengt praktisch zijn hele leven op het water door. Het nest van de fut valt zo vroeg in het jaar erg op, want er groeien nog weinig planten in het water. Het nest moet een stevig bouwsel zijn, want bij storm krijgt het soms zware golfslag te verduren. De futen maken hun nest met een soort verankering vast, zodat het iedere wijziging in de waterstand kan volgen. Het mannetje en het vrouwtje werken even hard aan de nestbouw. Meestal zijn ze daar een week mee bezig.
Aan bouwmateriaal geen gebrek. Iedere duik levert wel een snavel vol op. De vogels gebruiken vooral rottende plantendelen voor hun nest. De meerkoeten zijn nu ook actief. Het wordt steeds drukker langs de rietvraag. Futen kunnen uitstekend duiken. Dat is handig bij de visvangst, maar ook om nestmateriaal te verzamelen. De lichaamsbouw van de fut is helemaal aangepast aan het leven in het water. De poten staan erg ver naar achteren. Dat is handig bij het zwemmen, maar moeilijk bij het lopen. Buiten het water maakt de zo sierlijke fut maar een logge indruk. Er is al een aardig platform ontstaan. Door trappel- en draaibewegingen te maken, vormen de futen een nestkom voor de eieren. Nu is het tijd voor de paring. Het vrouwtje gaat plat op het nest liggen om zo het mannetje uit te nodigen. Een uniek moment. De paring van futen. Zoals bij de balts volgt ook nu, na de copulatie, het kopschudden als vast ritueel. In hun drift tot paren zien kikkers soms zelfs padden voor partners aan. Zo is deze kikker op een pad gekropen. In tegenstelling tot de gewone pad zetten bruine kikkers hun eitjes niet in snoeren af, maar in klompen van een geleiachtige substantie. Zo'n klomp kikkerdril bevat wel 1000 eitjes. Aflossing van de wacht. Ook hier werken mannetje en vrouwtje prima samen. Beide vogels nemen een deel van het broeden voor hun rekening. Het duurt ongeveer een maand voor de jongen uitkomen. De futen lijken zo sterk op elkaar dat je niet kunt zien of dit nu het mannetje of het vrouwtje is. De eerste kikkervisjes zijn uit het ei. De geleiachtige massa beschermt ze tijdens de eerste dagen van hun leven. Uiteindelijk zullen er maar weinig kikkervisjes volwassen kikkers worden, want voor veel waterdieren vormen ze een smakelijke hap. Waterhoentjes vind je hier overal langs het riet. In de paartijd kun je ze regelmatig horen, want ze zijn erg luidruchtig en onverdraagzaam bij het verdedigen van hun territorium. Soms leidt het zelfs tot een echt gevecht tussen waterhoentjes. Met hun poten delen ze rake klappen uit. Ook de wilde eenden gaan nu paartjes vormen. Het krioel van de kikkervisjes. De larven hebben hun geleiachtig omhulsel verlaten en de gedaanteverwisseling begint. Het eerst komen de achterpootjes.
Toch zal het nog wat enkele maanden duren voordat de dikkopjes echte kikkers zijn geworden. Er zijn nu jonge futen. Zelfs als er jongen zijn, blijft het kopschudden vaak een vast ritueel bij de begroeting. De jongen hebben het nest al verlaten. Toch zijn het geen echte nestvlieders, want nog enkele weken zoeken ze beschutting onder de vleugels van de ouders. De jonge futen hebben dorst. Ver hoeven ze niet te gaan om die te lessen. Het lijkt vreemd, maar jonge futen krijgen regelmatig veertjes gevoerd. Men denkt dat ze in de maag een rol spelen bij het wegwerken van scherpe visgraten. Jong geleerd is oud gedaan. Al snel beginnen de jonge futen met duikoefeningen, zodat ze later in staat zijn op deze manier aan voedsel te komen. De fut heeft hier een kanje van een vis te pakken. Zo'n groot exemplaar biedt veel weerstand, maar uiteindelijk gaat hij toch naar binnen. Ook onder de waterspiegel is het een en al activiteit. Veel vissoorten leven in scholen, zoals deze alvers en vorens. De Amerikaanse zoetwaterkreeft is ingevoerd en hoort dus eigenlijk in onze wateren niet thuis. Faunavervalsing noemen we dat. De baars komt hier erg veel voor. Er is een felle rover die op allerlei prooien jaagt. Alvers blijken nogal goed bestand tegen waterverontreiniging. Ze leven vooral in zuurstofrijkere lagen van het water. Veel alvers worden gegeten door futen en andere visetende dieren. De riviergrondel komt in ons land algemeen voor, ook in stilstaand water. Hij leeft vooral op de bodem. Ook onder water is eten en gegeten worden de vaste regel. Baarzen kunnen wel een halve meter lang worden. Die grotere exemplaren voeden zich bijna uitsluitend met vis. De jonge futen zijn nu al flink gegroeid, maar in hun gestreepte pakjes lijken ze nog weinig op hun ouders. Ze krijgen nog steeds voedsel aangeboden. Het duurt zo'n 10 weken voor ze echt zelfstandig zijn. De jonge futen krijgen altijd vers voedsel. Vaak gaat de vis zelfs levend naar binnen. Terwijl de jonge futen nog niet eens zelfstandig zijn, beginnen de ouders alweer met het bouwen van een tweede nest.
Zeer uitzonderlijk is de grote afmeting van dit bouwmateriaal. Dat was van Futen niet eerder bekend. Veel vogels brengen ieder jaar meer dan één broedsel groot. De fuut vormt daarop geen uitzondering. Er zijn nogal wat planten die van natte voeten houden. De flora toont zich nu op zijn mooist. Bij zo'n kleurenpracht is ieder woord overbodig. De zonnedauw is een van de weinige vleesetende planten die in ons land voorkomen. De blaadjes hebben een soort tentakels die elk een druppel helder kleverig vocht dragen, de zogenaamde zonnedauw. Deze kleverige druppels werken ongeveer als maagsappen. Zodra een insect op de bladeren terechtkomt, raakt het verstrikt in de kleverige stof en wordt langzaam verteerd. Vleesetende plant, het is wat sterk uitgedrukt, want het plantje verteert beslist geen grote prooidieren. Slechts kleine insecten zoals vliegen en mieren en soms ook meer opvallende zoals deze waterjuffer. De waterjuffer verzet zich nog steeds, maar hoe meer ze zich beweegt, des te meer komt ze in contact met de kleverige druppels. Ze is reddeloos verloren. Zonnedauw groeit op voedselarme grond die haar weinig voedingsstoffen biedt. De plant heeft daarom de dierlijke eiwitten uit de verteerde insecten hard nodig. Zo heeft de natuur voor alle problemen een oplossing. De zonnedauw is inmiddels zo zeldzaam geworden in ons land dat hij tot de beschermde planten behoort. Waar riet is, vind je kleine karakieten. Zo'n kleine karakiet draait er vaak voor op om een koekoek groot te brengen. Als de koekoek een paar weken oud is, puilt hij bijna uit het nest. Voor de kleine karakieten lijkt het haast ondoenlijk om voldoende voedsel aan te voeren. Thank you.
De koekoek leeft, evenals de kleine karekiet, van insecten. Daar wemelt het van in een waterrijke omgeving. De kleine karekieten hoeven dan ook niet ver van huis om voedsel voor hun pleegkind te zoeken. Het komt in de natuur vaker voor dat niet alleen de ouders de jongen verzorgen. Soms bekommeren zich ook andere soortgenoten om de jongen. Bij deze koekoek waren vaak 3 karekieten in de weer om zijn honger te stillen. Deze kleine karekiet heeft geen bezoek gehad van een koekoekswijfje en verzorgt dus de eigen jongen. Het nestje zit kunstig tussen het riet gevlochten. De koekoek is onverzadigbaar. Geen wonder als je ziet hoe snel de vogel in een paar weken groeit. Natuurlijk kunnen ook de eigen jongen van de karekiet heel wat insecten verwerken. Na een voerbeurt nemen de ouders meestal een uitwerpsel van een jong mee. Zo blijft het nest schoon en hygiënisch. Ook de witte kwikstaart is aan het water een gewone verschijning. De herfst kondigt zich aan. Allerlei vogels maken zich klaar voor de trek, zoals deze kievieten. Oeverlopers en andere steltopers zie je overal langs zoetwater tijdens de trek. Rietganzen uit Scandinavië komen aan om hier de winter door te brengen. De dodaars is de kleinste soort fut die in ons land broedt. In zijn winterkleed ziet hij er wat minder kleurig uit. Vis is het hoofdvoedsel van de dodaars. Tijdens strenge winters hebben ze het dan ook moeilijk. Evenals andere futten is de dodaars een prima zwemmer en duiker. En na het voedsel zoeken is het tijd voor onderhoud van het verenpak. Voor alle watervogels van groot belang. Het is winter en veel vogels zijn naar het zuiden vertrokken. Anderen komen juist hier om de winter door te brengen. Er is in ieder seizoen volop leven aan het water langs de Rietkraag.